Hallo allemaal, welkom in mijn video van ProStyle Clan Manager 2015. Ik heb slecht nieuws voor jullie. Mijn dingen van Lotto U23 is verdwenen. Ik had hem per ongeluk verwijderd, maar dat is niet erg. Ik zal nu de hele uitleg geven. Je gaat dus naar single player. Je kiest de carrière, postcyclist, one-off race en baan. Ik kan nu voor pro-cyclist gaan. En dan kom je hier, moet je renner samenstellen. Dan moet je je naam invullen. Ik kan nu mijn echte naam gebruiken, dat doe ik altijd. Ik ben een Belg. Uit Vlaanderen, dat hadden jullie misschien al gehoord. Ik zal mijn lengte ongeveer, en ik heb een ronde, dus je kunt kiezen ronde, klimmen, tijdrijden, sprinten, heuvelspecialist, noordelijke klassieker en aanvaller. En doe je volgende, dan zie je verschillende mogelijkheden. En als je zegt, ja, ik vind die ploeg niet goed hier tussen staan, dan klik je gewoon op terug en dan gewoon begint je gewoon opnieuw. Ja, niet opnieuw, dan klik je naar volgende. Dan ga je voor Lotto U23 aan. Dan doe je op volgende. Dan heb je U, maar je kunt ook Tops of Vlaanderen, Baloise en zo. Dan krijg je al direct een mail. Welkom bij Pro Cyclist Mode. Dus. Dan zal ik een uitleg geven. Je hebt hier uw mails, komen hier binnen. Hier je belangrijke uitslagen, Giro-trui, kampioen, Belgisch, wereldkampioen. Klassement, welke ploeg je allemaal hebt gereden, hoeveel je in bepaalde klassement zit geworden. Je contract van welke ploeg je al gereden hebt op dat moment. Je hebt de gegevens van de renner. Hier je vaardigheden. En je contract, je teams, je gezondheid, statistieken. Je uitslagen, hoeveel ze geworden zijn in die jaren. Je carrière, welke ploeg je allemaal hebt. Training, dat is wel belangrijk. Ik wil niet goed zijn hier. En de deze vooral. Ja. En je kunt dat allemaal aanpassen, aantal trainingsdagen, racedagen. Je kunt allemaal wegklikken. Progressie, nu ga ik even groeien in rondes gewoon. Een groeitje in van alles. Je kunt je ook nog aanpassen. Zo van die. Rooster is ook al redelijk belangrijk. Dus welke wedstrijd je allemaal kunt rijden en mocht rijden. En Luik Bas naar Luik wil ik wel rijden. Ronde van Vlaanderen misschien. Of hier de Giro del Ding. De Isar. We gaan de Ronde van Vlaanderen rijden op voorbereiding van de Luik Bas naar Luik. Dit ziet er allemaal goed uit. De ronde van de toekomst. En dit is het dan. De beste. Het is heel belangrijk, maar je moet ook opletten naar die punten. Als je te weinig punten hebt, dan kun je dat niet rijden. Dus ik zal nu doorspoelen tot aan de eerste wedstrijd. De SEA Cup 1. Ja, zo zijn we aangekomen bij de SEA Cup. Sebastian. Dan Sebastian. Ik ga die simuleren. Strategie kun je ook niks aan veranderen. Simuleren. En nu zie je, ik ben 47 seconden op 21 seconden van de winnaar. En dat is Ponzoni, Verkreder en Barredo. Ik kom ondertussen hier. Dat is ook, je kunt hier niveau, dan word je beter en beter. Dat is welke wedstrijd ik allemaal kunt rijden. De volgende, bijvoorbeeld de Pannen Tour die momenteel bezig is en zo.
En hier kunt je rol verwijzen. Ik kreeg zo'n mail. En nu is het Australisch kampioenschap bezig. En de... Nu ben ik al vooruitgang naar level 8. Gefeliciteerd, je bent een level hoger gekomen. Je eigenschappen zijn verbeterd en zijn extra punten beschikbaar om wedstrijd roster te wijzigen. Ga naar training, voortgang, pagina om te controleren of de juiste keuze nog steeds overeenkomt met de plannen in je verdere ontwikkeling. Oké, nu ben ik al beter. En nu gaan we SEAC Cup nummer 3 rijden. Twee ga ik ook niet simuleren, omdat dat een plakje is. En dat is niet echt iets voor mij. Want ik 97ste. En er is een kopje vooruit gebleven met Van Melzen en Victor Tourles. Ja, dat maakt niet uit. Zullen we ook eens kijken wie Australisch kampioen is geworden. Matthew Goss, Lee Orton, Simon Clark, Cameron Miles en Richie Port. We hebben hier ook normaal eentje van de ploeg tussen staan. Hier op de 65ste plaats. Zie je, Kip? Ik kom terug bij jullie aan de start. To all. Zo, hier zijn we aan de It's start an undulating route, so it will be a tactical race. We gaan proberen mee te glippen in de ontsnapping van de dag. Het regent. Dat is wel iets minder. Zit er nu langs Ploegman Laurens de Plus, de kopman voor vandaag. Zijn de lijsten van Montop, Kenneth van Boy, Pizon. En Laurens de Plus nog. En ik. He's making a break for it! Will it prove to be too early? Zijn de lijsten gaat in de aanval. Vind ik eigenlijk minder. It's an attack! Nee, ik voel dan een beetje door dat dat wat sneller gaat, de eerste kilometers. We hebben al Dries de Bond. We hebben Vingerling in de achtervolging. There's a breakaway! It's in such percentages that the strongest can create some gaps. The breakaway has now got over a minute on the pack. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Ik heb een hoog plan in gedachten. Ik kom terug als ik mijn plan ga uitvoeren. Zo, nu zijn we aangekomen aan de grote plannen voor vandaag. We gaan een aanval pakken. Ja, the Entente and the Escape Group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. Maakt die echt aanstelt om mee te gaan. Ja, dit was mijn bedoeling. Als ik nu een groter geld krijg van een peloton, wat nu eigenlijk gebeurd is. Dan heb ik al een paar keer mijn eerste wedstrijd kunnen winnen. En ik kom terug op een kleine 20 kilometer van het einde. Zo zijn we aangekomen op de laatste klim van de dag. Het ziet er niet naar uit dat ik ga winnen. Maar ik heb toch geprobeerd. Meer dan 50, 60 kilometer in de aanval gereden. Ik zeg niet dat het gedaan is, maar we moeten nog een later slotklim op. We moeten nu nog 20 kilometer en ik heb nog altijd nog 1 minuut 18 ongeveer. En nu minder dan een minuut al zelfs. Dus op Koenigo laat mij achter. Ten eerste, Laurens de Plus zit hier alleen nog. En dat ook nog een ploegmaat van mij. Zelfs wel van de fysiek zit er niet meer. Ik ga proberen hier uit te rijden. The finish line is getting close. The rider has just passed the 10 kilometers road sign. En nog 10 kilometer te gaan. Ik word er uitgeboord. Maar dat maakt niet uit. Als eerste jaar zijn mijn derde koers. 5 kilometers to the finish line. Dat is leergeld, zoals ze zeggen. Toen ik ooit even de bocht kwam, ben ik 2,5 kilometer.
zwakkaart. Nog een kilometer te gaan. En Kunigo is op weg naar de overwinning.